Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 28 augustus vrijdagmiddag. Ja, mooie luchten vandaag in Nederland. Stapelwolken en opklaringen. Maar dat was niet overal het geval. Wel op deze foto van Riet Fransen. Die gemaakt werd in Limburg. Maar dat trok ook wel wat buitjes over Nederland. Met name in het midden van het land was dat het geval. Vanochtend vroeg kwamen die buien vanuit het zuidwesten binnenschuiven. En trokken zo naar het noordoosten. En daar was het toch echt wat somberder waar die buitjes vielen. Nou, de meeste buien die zijn al verdwenen. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het morgen een hele aardige dag. met klinke zonnige periode. Pas aan het eind van de dag, in het tweede deel van de avond, neemt de kans op buien toe vanuit het zuidwesten. En die buien die trekken dan over het land naar het noordoosten. Hier zien we die buien tot ontwikkeling komen. Die schuiven dus naar het noordoosten. En op zondag is het dan weer droog en broeierig warm. En in de middag volgen er opnieuw buien aan het eind van de middag moet ik eigenlijk zeggen. En met name ook in de avond en nacht kunnen er een paar stevige buien vallen. Nou, vanavond, zoals gezegd, droog weer met wat opklaringen. De temperatuur ligt rond de 16 graden. En de wind, die waait uit het zuidwesten of westen en is zwak tot matig. Vannacht valt die wind helemaal weg en dan kan er hier en daar een misbank ontstaan. De temperatuur, die daalt naar zo'n 11 tot 13 graden. Morgenochtend zijn de misbanken vrij snel verdwenen en dan wordt het een hele aardige dag met zonnige perioden en droog weer. Temperatuur die loopt op naar zo'n 21 tot 26 graden. De hoogste temperatuur in Limburg langs de noordwestkust blijft de temperatuur het laagst. Wat de wind betreft, die waait uit een zuidelijke richting en is overwegend zwak tot matig. In de loop van de avond volgen er dan een aantal buien met kans ook op onweer. Met name in de nacht van zaterdag op zondag is dat het geval. Met een beetje geluk zijn zondagochtend de buien weer verdwenen. Dan zitten we in hele vochtige en warme lucht. De temperatuur die loopt op zondag op in het zuiden van het land naar zo'n 31 graden langs de noordwestkust wordt het 24 tot 25 graden. Later in de middag, en met name weer in de avond en nacht, is er kans op een paar stevige onweersbuien. Ook maandag is dat het geval. Ook dan vallen er diverse buien bij temperaturen nog tussen de 19 en 23 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden en dat betekent koudere lucht. En dat zien we ook op dinsdag. De maximumtemperatuur blijft dan steken op zo'n 18 tot 19 graden en valt er nog een enkele bui. En die lage maximumtemperaturen houden we ook de rest van de week vast. Het wordt geen 20 graden meer. Het kwik blijft over het algemeen steken, zo rond de 17, 18 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.